COVAP heeft gisteren 19 health managers en 5 leraren verpleegkundigen afgeleverd. De afgestudeerden hebben op feestelijke wijze hun diploma in ontvangst genomen. COVAP-directeur Angele Walelei Kumbangsila merkte op dat de opleiding langer dan 4 jaren heeft geduurd. Ze feliciteerde de afgestudeerden dan ook met gepaste trots. Leraar verpleegkunde is in juni 2013 gestart met 16 studenten. 1 student moest helaas worden afgevoerd vanwege hoofdverzuim. 5 hebben deelgenomen aan het examen en zijn geslaagd. En 10 moeten nog deelnemen aan het examen. De eerste groep health managers is gestart in juni 2013. Als je snel rekent, dan zitten we 5 jaar verder. En de tweede groep in oktober 2013. In totaal zijn er dus 37 studenten gestart. 2 zijn uitgevallen vanwege persoonlijke redenen. 19 hebben deelgenomen aan het examen waarvan dus alle 19 ook geslaagd zijn. 16 studenten moeten nog deelnemen aan het examen. En in ons bestand voor health managers hebben we dus nu nog 61 studenten die bezig zijn met hun studie in de verschillende leerjaren. De opleiding tot health manager is nieuw op COVAP, zei Walelei Kumbangsila. Slechts verpleegkundigen en leidinggevenden in de gezondheidssector werden toegelaten tot deze opleiding. Ondertussen hebben we dat verlaten, omdat we zoiets hebben van ondertussen zullen we wel bijna iedereen hebben gehad die in een leidinggevende positie zit. Die ook mensen voor de toekomst klaarmaken, de mensen die ambitie hebben om straks leiding te geven. Dus hebben we de criteria's een beetje versoepeld, zeker op dit punt. De opleiding, naarmate de opleiding vorderde en het curriculum werd afgedraaid, bleek. Nee, ik moet even een stapje terug gaan. In 2012 pakte het EFS College COVAP signalen op van het werkveld over een behoefte aan beter opgeleide managers binnen de gezondheidszorg. Het EFS College COVAP trok toen een pummer aan die met alle relevante instellingen binnen de gezondheidszorg gesprekken voerde met als doel na te gaan aan wat voor soort managers die gezondheidszorg nou behoefte had. En volgens een uitgebracht rapport bleek dat de gezondheidszorg behoefte had aan een algemeen opgeleide manager die breed inzetbaar was. Op basis daarvan heeft de toenmalige directie de opdracht gegeven aan externen om het curriculum te schrijven. Angele Walelei Kumbangsila gisteren bij de diploma-uitreiking aan health managers en leraren verpleegkundigen.